dat de Olympische vlam het stadion binnen wordt gebracht. Op een speciaal daarvoor aangelegde kunstpiste wordt door een cross-country skier namens het Joegoslavische team, gevolgd door 6 skileden van het Joegoslavische team, de Olympische vlam het stadion binnengebracht. De laatste meters van de ruim 5000 kilometer die het Olympisch vuur heeft afgelegd over Joegoslavisch grondgebied, nadat het vanuit het Griekse Olympia was gekomen. En hier staat dan de laatste atleet die de vlam uiteindelijk naar zijn bestemming moet brengen. Namelijk naar de plaats waar het echte Olympische vuur door middel van deze vlam uit Olympia zal worden ontstoken. En de laatste atleet die de eervolle opdracht heeft gekregen om dit te mogen doen is Sandra Dubrovčić, de Joegoslavische nationale kampioen kunstrijden op de schaats. En ook deelneemster hier aan het kunstrijonderdeel van de Olympische Winterspelen. Sandra Dubrovčić die een lange weg af moet leggen totdat ze bij de toorts boven is gekomen. Een hele hoge trap. En op de verschillende etages waar zij langs loopt, de trap op, verschijnen uit de openingen balletdansers van de verschillende nationale balletgroeperingen uit de Joegoslavische theaters. En achter Sandra Dubrovčić wordt onder het uitspreken door de speaker van de Olympische formule Sitius, Altius, Fortius, sneller, hoger en sterker, een vlag, een drapeau van de Olympische kleuren naar boven gebracht. En daar staat ze dan hartstochtelijk toegejuicht door het ruim 50.000 man sterke publiek hier in het Kosovo Stadion. Sandra Dubrovčić op de bovenste treden en weldra zal zij het zijn die het Olympische vuur in dit stadion zal ontsteken. Za brži prodor do čovjeka, za snažnije ruke prijateljstva. U zagrljaj bratski milioni, neki žara igre što nas čeka širom svijeta radosno zazvoni. Neprolazno proljeće čovjeka.